De expositie Mi is gisteren in het Fort Zeelandia van start gegaan. Op de expositie zijn portretten van transgenders uit twee werelden, namelijk de Europese en de Surinaamse wereld, tentoongesteld. Het project is opgezet door Parea Suriname, Urban House Suriname en de fotograaf Kenneth Heesbien. In elk portret worden drie beelden van één persoon weergegeven, namelijk één beeld voor de transformatie, één van de getransformeerde en één beeld vanuit de fantasie van dezelfde getransformeerde persoon. Deze methode, een portret met drie beelden in één vervat, heet lenticulair. De bezoeker van deze expositie zal genoodzaakt zijn goed te kijken om niet verwaard de expositie te verlaten. Dezezelfde verwarring vindt plaats in het dagelijks leven onder de grote groep jongeren in Suriname, zegt Winston Lieveld van Parea Suriname. Suriname staat in de kinderschoenen. We hebben een aantal DNA-leden vandaag gesproken en hebben aangegeven, kom met ons om tafel zitten met de problematiek en dan kunnen we kijken van wat we kunnen doen. Als we kijken in de regio, hebben we het eigenlijk niet zo slecht, maar je moet altijd streven naar rechten voor je burgers. En die rechten zijn op dit moment niet georganiseerd in Suriname. Ken je persoonlijke verhalen van transgenders? Ja, zeker. Vandaag was een mooi persoonlijk verhaal van een van de transgenders in Suriname. Die eigenlijk het heel erg moeilijk heeft om in Suriname aan de bak te komen. Om een normale baan te vinden. Omdat heel veel transgender in de sexwork industrie terechtkomen. Omdat, je moet het maar zo bekijken, een transgender gaat solliciteren, een vrouw. En op een gegeven moment komt de paspoort of een identiteitsbewijs komt tevoorschijn en dan staat daar een man. En dan niet alle organisaties hebben eigenlijk daar behoefte aan of hebben eigenlijk zin om hun eigen medewerkers daarvoor bewust van te maken om door de hele mangel van acceptatie te gaan. En dan kiezen ze soms volgens haar eigen leven voor iemand anders en om het werk te kunnen doen. Dus dat is een van de moeilijkste problemen in Suriname, is eigenlijk werkgelegenheid. Winston Lieveld van Parea Suriname. In Fort Zeelandia is gisteren de expositie Mi van start gegaan. De expositie Mi laat portretten zien van transgenders uit twee werelden, namelijk de Europese wereld en de Surinaamse wereld. Het project is opgezet door Parea Suriname, Urban House Suriname en de fotograaf Kenneth Heesbien. De expo duurt tot en met 31 oktober.